Ik ben naar hier gekomen omdat de eerste klokken van de vredesbij uit gaan arriveren. En ik wil daar toch eens bij zijn, ik wil dat zien. Ik weet niet hoeveel dat ze er brengen vandaag, gewoon klokken. Wel alle klokken, denk ik. Al degene 56 klokken ongeveer. De klokken die eraan komen, daar kun je met liedjes op spelen, de bijjaard dus. Hè? En hier kan dat niet. Hè? Dus dat zal op regelmatige tijden zeker hier de bijjaard over aardschot galmen. Let's go. Ik wist trouwens niet dat er zoveel zouden zijn, dus ik heb dat nog nooit gezien, dat is de eerste keer. Dus. Vooral als de eerste keer, zeggen ze. Ja, het is dat, hè. Dat gaan we meer meemaken, denk ik. Hè. Dus. Er is niet iets dat vergaat. Hè. Je hebt andere monumenten die vergaan, maar een bijaard, dat is toch voor een paar eeuwen minimum. In ieder geval langer dan ik zal leven. Ik kan dat gezien dat ze de klokken naar beneden helden. 29, 39, een jaar of 12, 13, 12, 13 jaar zeker. Toen zagen ze veel zwatter. Na zagen ze blieken en toen waren ze tonker. Welke liedjes verwacht u? Een schoon melodietje. Een aangenaam melodietje, dat iedereen niet te veel lawaait, want de onderliggende mensen zullen daar misschien kritiek kunnen op hebben, maar ja, het moet aangenaam zijn zo op de bijjaard spelen. Dat zal klassieke muziek zijn, waarschijnlijk. Hè. Maar het zal wel schoon zijn. Als je kijkt naar de symboliek, is het toch een mooi verhaal, een vredestichtend verhaal, en laat ons hopen dat die bijjaard kan bijdragen aan het laten verder duren van de vrede waarin wij toch sinds 75 jaar leven hier in Europa. Dus ik vind dat een mooie betekenis de dag van vandaag.